Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Bekenden geven hun mening over Mr. Gedia Dennis Lubout, die zondag zijn 750ste wedstrijd in de hoofdmacht speelde. Afgelopen zondag was er iets te vieren bij Gedia. Dennis Lubout, Mr. Gedia, speelde tegen VUK zijn 750ste wedstrijd in de hoofdmacht van de zondagploeg van de Loosduiners. Haaglanden Voetbal was erbij en vroeg een aantal personen naar hun mening over de persoon en de voetballer Dennis Lubout. Henk Oosterwijk, teamleider van Gedia Zondag 1, zegt over zijn aanvoerder Lubout. Nou, eigenlijk moet ik zeggen een hele vervelende vent. Want Dennis heeft een paar jaar geleden mijn clubrecord overgenomen. Maar in alle eerlijkheid is natuurlijk ook wel een Mr. Gedia echt een topgozer, ook voor de groep. Ik bedoel, we gaan al jaren mee naar Gran Canaria en als je ziet wat hij dan voor die groep betekent, is een hele volwassen man, net de jongen en lief voor zijn vader, denk ik. Clubliefde, bij hem nog steeds met hoofdletters geschreven. Ja, ja, en ik herken me erin, hè, want ik ben natuurlijk ook altijd op GDA gebleven en Dennis ook. En Dennis' zoon, ja, daar heb ik ook hoge verwachtingen bij. Hè. Dat is natuurlijk een echte Lubout, dus ik verwacht dat hij zijn vader uiteindelijk zijn record weer over gaat nemen. En hij traint ook de jeugd tegenwoordig. Dennis traint de jeugd, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met zijn zoon. Maar ja, als je zo iemand bij de vereniging hebt, dan mag je alleen maar trots op zijn als club. Jubileumwedstrijd, geweldig voor hem. Ja, daar kijk je natuurlijk naar uit en we hebben er alles aan gedaan om ook na de wedstrijd om het nog leuk te maken voor Dennis. We hebben een leuke check gegeven en ja, dat verdient hij. Bas Steffens, nu actief als trainer van Forum Sport, begon als hoofdtrainer bij Gedia en maakte Dennis Lubout ook al die tijd mee. Ja, nog een jongen van oude stempel. Het zegt genoeg natuurlijk, 750 wedstrijden. Hij appte me van de week en ik maakte nog een dolletje van, je zitten de trainingen erbij. Maar ja, het is een jongen die er altijd stond. En ja, ik kreeg mijn eerste kans hier als hoofdtrainer. Ja, en dat waren ook gouden gasten voor je. Die stonden er altijd. Je weet het beleid hier bij GDA. Nou goed, daar staan ze bekend om. En, maar Dennis was ook een jongen, daar ging hij op wintersport. Maar daar kwam hij gewoon eerder terug. En dan zorgde hij in ieder geval dat hij er ook stond in dat weekend. En hij hield altijd toch rekening met het voetbal buiten. Ook wel zijn gezin en andere dingen. Maar waar je gewoon blindelings op kon varen. Nooit zeuren, altijd in de wedstrijd. Met pijn spelen. Altijd ten koste van alles. Maar nooit voor zichzelf, maar altijd voor de club en voor het team. En dat is Dennis Lubout. Belangrijk voor een trainer ook, een verlengstuk in het veld. Ja, zeker. Het was niet misschien een jongen, hè, andere jongen die hebben misschien coachende kwaliteiten. Dennis was geen prater. Maar Dennis had dan een oogcontact genoeg. En Dennis kon je gewoon op de gevaarlijkste man zetten. Ja, en Dennis is gewoon oersterk. En het zegt genoeg dat je op deze leeftijd dat hij nog mee kan, lichamelijk goed. Zorgt dat hij altijd wel fit is. En nam gewoon altijd zijn verantwoording. En verzaakte nooit. En dat vind ik wel het mooie. Hè. Ondanks dat ze een hoop mooie dingen mee hebben gemaakt. Hebben ze natuurlijk ook een paar degradaties. Ja, dan zit hij nu op een bepaalde leeftijd en degraderen ze. Gaan een aantal jongens weg. Nou, en hij blijft toch vasthouden aan die zondag. Terwijl ook het verhaal zaterdag zondag speelde. Ja, dan blijft hij toch trouw aan hetgeen waar hij voor staat altijd. En dat vind ik wel typerend voor Dennis. Kortom, een voorbeeld voor heel wat jonge voetballers. Ja, en je gaat het niet veel meer zien. En nou goed, dat is misschien ook hetgeen wat verandert in de voetballerij. Maar daarom is dit wel uniek en daarom ben ik er vandaag ook voor Dennis. En heb ik een lekker flesje Bacardi. Hij noemde mij altijd Bakerbas. Dus ik heb een lekker flesje Bacardi bij hem. En ik kom graag deze wedstrijd bij hem kijken, hem steunen. En ik hoop dat ze winnen. Dat laatste gebeurde niet. Het werd 2-2. Sportsignaal verslaggever Kees de Gussinglo zag het duel en haalde hem ook na afloop voor de microfoon. Kees, je loopt al heel wat jaren rond op de voetbalvelden. Als ik dan de naam Dennis Lubout noem, wat zeg jij dan? Een man die nooit verzaagt. Een van de beste verdedigers die de regio Haagland in het amateurvoetbal ooit gehad heeft. 37 jaar, nog volop in de strijd. Emotie, soms wel eens iets over de schreef. Zeker een aantal jaren geleden had hij te veel emotionele momenten. Maar deze man die coacht, is een voorbeeld voor alle jonge spelers. En doet het nog steeds geweldig. Wat mij betreft top. Een man ook die clubliefde weet wat het is. Hij is een van de weinigen die het nog weet. Hij is nooit naar een andere club gegaan. GDA was de club. Er waren genoeg clubs die hij wilde hebben. Maar voor een paar rotcenten ging hij echt niet weg. Dan bleef hij gewoon bij GDA. En dat siert hem, absoluut. En voor een verslaggever langs de lijn, ook altijd klaar voor een woordje.
geweldig, ook na deze wedstrijd weer. Hij komt altijd, heeft een zegje, is een makkelijke prater, is ook kritisch op zichzelf, ook op zijn medespelers, ook als op zijn tegenstanders soms. Lust om te interviewen. Dan tenslotte naar zijn huidige trainer bij GDA, Sjaak Polak. Ook hij steekt zijn waardering voor zijn aanvoerder Dennis Lubout niet onder stoelen of banken. Een fenomeen. Het is een jongen die geen training overslaat. Heel belangrijk in de groep is. Kleedkamerhumor heeft. De groep bij elkaar houdt. Maar een echte clubjongen. En het is al vooraf aangegeven door de voorzitter. Hè, die uiteindelijk aangeeft verschillende aanbiedingen hebben gehad. Maar toch bij deze club blijft. Ja, dat zie je niet veel. Belangrijk ook als voorbeeld voor jongere spelers. Ja, als je ziet hoeveel jonge spelers die al bij hem neemt, die het even moeilijk hebben. Hè. Het zijn spelers die komen hier naartoe met een verwachtingspatroon toch in het eerste te spelen. Ja, dan komt dat toch eventjes anders uit. Niets ten nadele van die jonge jongens, want die komen eraan. Alleen hij is daar zo geheid in en zo eerlijk. Hij praat ze bij en hij staat ze ook bij. Dan zie je in de groepsappen ook nog dingen voorbij komen. Als er wat is, dan kan je altijd langskomen. Ja, dat is gewoon een heel warm persoon. Maar het is gewoon een trainingsbeest. Een echte, ik moet het dan maar zeggen, een amateurprof. Ja, en fantastisch mens. Je was als voetballer zelf ook fanatiek. Dat heb je bij hem. Hij is ook een stukje verlengst, een stuk van jou in het veld. Ja, dat is hij zeer zeker. We spreken vooraf ook het strijdplan af. De speelwijze blijft bij ons altijd hetzelfde. Wij willen gewoon voetballen. Ja, en dat hebben we ook gedaan vandaag. En hij kwam er nog met een blessure. Maar hij wilde die niet af. Ik zei, Den, gaat het? Ja, gaat wel door. Ja, hij moet echt zijn been breken, wil hij eraf gaan. Maar je ziet, hij wint zo zijn duels. Hij is slim genoeg. Hij coacht de boel aan. Hij zet het neer. Ja, van daaruit hebben wij gewoon een hele goeie aan. In deze reportage kwam de jubelaars zelf niet aan het woord. Hij is komende vrijdag gast bij ons programma Haaglanden Voetbal aan Tafel. Hij komt dan uitgebreid aan het woord. En bovendien een korte reportage van de huldiging en het duel tussen GDA en FUK. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer.